Wat is een wonderwall? Waarom zijn we hier? Is er leven na de dood? En wat is een wonderwall? Het zijn drie voorbeelden van existentiële vragen waar de mensheid al eeuwen mee bezig is. Vooral die laatste vraag houdt muzikanten bezig. Voor de oorsprong van de wonderwall in de populaire cultuur moeten we 50 jaar terug in de tijd. Op 1 november 1968 bracht George Harrison zijn allereerste soloalbum na de Beatles uit. Een soundtrack voor de psychedelische film Wonderwall. Jane Birkin speelt hier de rol van Penny Lane, een meisje dat wordt begluurd door haar buurman. Een fotograaf die gaten in de muur maakt om haar beter te kunnen zien. Freaky style. Wonderwall Music is een moeilijk plaatje zonder hits, een echte soundtrack. George Harrison mediteerde in die periode graag in Indië en daar werd ook muziek gemaakt. Het album werd zelfs grotendeels opgenomen in Bombay. Allemaal niet toevallig, want de Wonderwall of de Wondermuur kent zijn oorsprong in Indië. Harrison interesseerde zich nogal in het hindoeïsme, meer bepaald in de Hare Krishna-beweging. Voor hen is een wondermuur een barrière die het alledaagse scheidt van de transcendente realiteit. Zo'n wonderwall heeft dus altijd een spleet en als je daardoor kijkt, zie je een vaag schijnsel van Krishna. Zeker eens doen. In 1995 schreef Noel Gallagher het nummer Wonderwall voor zijn band Oasis. Al had de demoversie een andere titel. Dat song, its initial working title was Wishing Stone. History would be very different if it was called fucking Wishing Stone. Noel schreef zijn Wonderwall niet in India, integendeel. I wrote a bit of it in Scotland and I wrote a bit of it in Camden. Wereldwijd gezien zal dit altijd de grootste Oasis-hit zijn. Het nummer haalde zelfs de top 10 in Amerika. Ryan Adams maakte een van de bekendste covers, een aangepaste versie. I said maybe you go. Noel Gallagher was zo gecharmeerd door deze variant, waardoor hij daarna zelf alleen nog deze versie speelde. De 50s-versie van Mike Flowers zorgde wel even voor verwarring. Een Britse radiozender geloofde zelfs dat ze de originele versie van de hit hadden gevonden. Somebody on Radio 1, when they first played it, said that they'd found the original Wonderwall. They played it on Radio 1 and the premise was, ah, the blagging bastard. They found this tune from the 50s. I got a fucking phone call. I was in the States off someone going, did you know Wonderwall? And I'm going, oh yeah man, yeah. And they're going, you did write that, didn't you? Yeah. De hoes van de single van Wonderwall refereert naar het werk van een Belg. In 1950 schilderde René Magritte La Belle Captive en dit telt als een officieel eerbetoon. Eigenlijk moest Liam op de cover staan, maar hij kwam niet opdagen voor de fotoshoot omdat hij nog te zat was. Daarom werd er een redelijk willekeurig meisje van de platenfirma bijgevraagd. Ze kwam plots terecht op een van de belangrijkste hits uit de Britse popgeschiedenis. Het nummer dat de spelers van Manchester City match na match oppompt. Het nummer dat alle soorten mensen uit alle lagen van de bevolking laat meezingen. Maar weet ook dat de oorsprong van de Wonderwall eigenlijk in het verre Indië ligt. Bij de Hare Krishna en een beetje ook bij George Harrison. Al beweert de Urban Dictionary ook dat een Wonderwall het spiegeltje is waar je lijntjes coke van snuift. Maar dat allemaal terzijde. Wonderwall blijft in de eerste plaats vooral een grote hit van vroeger, voor the people of tomorrow.